deel van de kids hebben weer omhoog. Maar dat is dus niet het geval. Ik ga nu naar Gent, naar de dokter. De begeleiding is er ook bij. Dus de, en het gaat wel cool zijn eigenlijk. Dan weet ik eigenlijk om, wanneer ik mijn eerste operatie krijg eigenlijk. En dat is wel goed. Echt tegenlicht, maar. Ik kijk echt naar uit om te gaan. Dus we hebben wel vier eigenlijk dat ik kan gaan. We zien het wel. Mijn schouder doet nog altijd pijn, maar het gaat wel wat beter eigenlijk. We moeten ook een tram hebben en zo, dus dan moet ik nu een klein stukje filmen voor dit. We zijn aangekomen, kijk de tram, gedaan. Maar ja, dat ken jullie al van buiten, dus we zijn echt in het ziekenhuis. En we gaan ons aanmelden. Men is benieuwd eigenlijk hoe het gaat zijn eigenlijk op zich. Maar het gaat wel goed komen. We kennen die mensen natuurlijk niet, dat is de eerste keer. Dat is de vragenlijst. Ik heb de vragenlijst om in te vullen. Dus dat is maar twee papieren, denk ik, deze keer. Ja. Dus dat moeten we allemaal weer invullen en doen. Dat zijn we al gewend eigenlijk aan. Kijk, ik ben nu binnen bij de dokter. Ziet het hier. Dus, dus er zijn allemaal foto's gemaakt en zo. Dus wat speciaal. We zitten nu in de wachtzaal. Hier, het was echt wel leuk om zo te hebben foto's gemaakt en zo, wat ik zei. Maar het was echt wel, voordat ik het was voorbij eigenlijk. Het was zo rap voorbij, dat wilde ik niet weten. Dus ja, maar het was wel goed gegaan. Dus we zijn nu hier binnen, we hebben heel veel dingen, vragenlijst allemaal getekend en zo. Dus, en nu zie ik kopies gaan nemen. Het was een hele ding eigenlijk allemaal, een hele boterham, maar het is wel allemaal duidelijk, dus dat is wel goed. Ik ga straks trouwens als, allemaal even uitleggen aan jullie. Zodat je het ook begrijpen eigenlijk, want het is wel belangrijk. Dus zo, we zijn nu buiten. Dus, nou, moeten we nu naar daar of naar daar uitgaan? Naar daar. Dus dat is wel wat eigenlijk. Het is eigenlijk wel heel goed gegaan, ik heb heel veel informatie gekregen. Dus wel eventjes wel... We moeten dan staan buiten, maar we moeten eigenlijk nog dat ding gaan doen. Dus we zijn nu aan het wandelen naar het station, in het station. We wandelen normaal zo weer, dat jij moet hebben, dus we gaan eens kijken. 31, oh, 10 minuten. Waar staat hij? Antwerpen, spoor 1. Dat wil zeggen, oké, dan gaan we naar spoor 1. Hè. Dat was grappig, mensen kijken me allemaal aan. Ja, ik ben er gewend met te vloggen, hè. Dus aan de dem is dat ook. Hè. Wat tijd, we moeten niet haasten. Spoor 1 is gewoon hier, dus ik zeg het, we moeten ons niet haasten. Niet instappen. Toen ik de roltrap. Dus de datum is al vast. Ik ga ook op TikTok zetten trouwens. Ja, natuurlijk, ja, als je de video gaat zien, gaat dat natuurlijk al op TikTok gestaan hebben. Ja, maar het is wel leuk om het zo te kunnen mededelen eigenlijk. Dat is wel tof eigenlijk om dat te kunnen doen. Ja, helemaal liggen. Dus ik ben eens benieuwd. Ik had de mensen ervan gaan vinden. Ik ben zelf heel blij, dus we zien nu wel voor de rest dat het allemaal gaat verlopen en zo. Dus ja, ik ben wel trots. De begeleiding is trouwens mee geweest vandaag. Ook om mensen heel de uitleg dan ook kunnen horen. En dan weet ze ook perfect wat er moet allemaal voor moet gezorgd worden. Dus ik heb papieren meegekregen, die laat ik ook thuis zien. Dus ja, ik ben wel blij dat we dat al weten. Dat kunnen we echt al aftellen naar die datum. En...
zijn we al terug thuis. Nee, thuis zijn we nog niet, maar we zijn al in het station. Zoals je kan zien. Dus, nu gaan we onze fiets pakken en dan gaan we nog richting de Beenhouwer om dan morgen in de winkels te openen en dan gaan we daar naartoe. Ik ben wel een beetje moe, hè. Ik ben al heel vroeg opgestaan. Ja, meegezien dat die kuis er kwam en zo en allemaal. Dus het is wel een drukke tijd geweest. Of zo was dat. Nu gaan we eens kijken waar onze fiets staat, hè. Zo. Ik denk dat we de fiets helemaal daar hebben geplaatst, denk ik. Daar echt helemaal van achter. Daar was eigenlijk onze fiets staan. Dus ik ben eens binnen. Ik heb die gewoon geplaatst, want ik had niet veel tijd meer over. Dus ik ben die gewoon ergens gedropt eigenlijk, om eerlijk te zijn. Dus, maar wel blij dat we nu weten wanneer dat allemaal doorgaat en zo. Dus dat is wel... Ik ben alleen nog eens aan het nadenken van, zou ik dat nu al op TikTok gooien of ga ik wachten? Dat ben ik aan het nadenken, omdat anders weet je dat al en dan moet je deze vlog niet meer bekijken. Hè. Dus dat ben ik eigenlijk zoveel normaal denken, hoe of wat. Maar dat gaan we snel doorhebben wat ik ga doen. Dus waar heb ik die geplaatst? De fiets. Ik heb altijd daar staat. Hè. Ik heb altijd een probleem mee. Kijken waar de fiets staat. Voilà. Nu staat onze fiets. En nu richting huiswaarts. Zodat je kan zien ben ik terug thuis van, natuurlijk van Gent. Ze hebben mij allemaal papieren meegegeven. Allemaal paperassen en zo. Die moeten ingevuld worden ook. Heel veel informatie staat hier ook op de papier. De operatie gaat door op 16.08.2021. Dat wil zeggen dus in augustus dat de operatie doorgaat. En ja, dat is natuurlijk super leuk. Dat de operatie dan door kan gaan. Dus ben ik al fier eigenlijk dat het eigenlijk zover is, dat, want het heeft eigenlijk wel heel lang genoeg geduurd eigenlijk. Dus, en dan ben ik echt wel dan ga je echt van buiten ook zien dat ik een jongen ben, dat wou ik zeggen eigenlijk. We hebben niet heel lang moeten wachten in Gent, dus dat viel ook nog wel heel goed mee eigenlijk. De begeleider heeft ook alles opgeschreven wat praktisch moet weten worden. Dus dat vind ik wel goed. En we moeten ook een coronatest afleggen. 48 uur voor de operatie. Waarom ben ik nu niet scherp? En ja, dat vind ik eigenlijk op zich ook wel heel goed. En daar ben ik ook wel heel fier op. Dat zoiets kan eigenlijk. Dus ja. Dus het is dat je het weet. Dus vond je het een leuke video, dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Moesten er nog vragen zijn, laat het zeker eventjes weten. Welkom lieve toppers allemaal bij Bolstar. Hebben jullie vragen of over mijn transitie of over de operatie? Hoe het allemaal ondertussen verloopt? Laat me even weten hier in de comments. Ik zal ze zeker één voor één beantwoorden. Ik maak daar dus een extra video over, speciaal. Dus heb je daar vragen over of heb je andere vragen voor mij? Persoonlijke vragen of wat zijn hun hobby's of dit of dat? Mag je ze ook altijd achterlaten in de comments. Ik ga één voor één beantwoorden. Dus laat ze maar gewoon achter. Dus laat je maar komen, want ik vind het wel belangrijk om jullie vragen goed te kunnen beantwoorden. En goed te weten dat jullie allemaal goed op de hoogte zijn. Dus laat het gewoon weten en dan beantwoord ik ze met heel veel plezier. Dus tot de volgende keer.